Goedemorgen allemaal, het is vrijdag. Eem is moe. We gaan nu rijden richting vakantie. Eem moet echt slapen, het is een beetje laat voor haar. Maar we dachten, ze kan beter in de auto slapen. Maar dan krijg je dus wel eerst even dit. We gaan zo rijden en dan gaat het vast beter. We hebben er zin in. Het zijn allemaal baby eentjes. Eem wordt helemaal enthousiast. Dit is ons huis, ik zal het straks even beter laten zien. Kies nu samen het parcours en druk dan op de groene knop om het spel te beginnen. Oké, we gaan beginnen. De beurt is aan. Geel, ben je er klaar voor? Oh, daar ben ik. 3, 2, 1, start! Go, go, go! Ja, zo, dat was snel. Je tijd is 9 seconden. Nou, nee. De beurt is aan blauw. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, start! Go, go, go! Zet hem op! Ja! Zoals jullie hebben gezien zijn we aangekomen. Lopen met die. Ja, ze hebben natuurlijk minder mee. Wij zijn aangekomen in ons huisje. We zijn in de achteraan aan het dansen. Ze hebben zo'n swings. Hier zo'n bandje. Oh, dat zie je niet. Hier zo'n bandje om. Het is een soort spelcomputer, zeg maar zonder scherm. Het stimuleert zeg maar gewoon buitenspelen. Dat soort dingen. Ze hebben nu de jukebox. Vind ik heel leuk. Want heb je allemaal liedjes. Niels, kijk, een helikopter. Zie je hem? Hij zit tussen de wolken. Dan moet je hier kijken, denk ik. Dat is dus dit ding. En dan kan je dan op drukken en dan krijg je allemaal spelletjes. Ik denk dat hij nu daar komt. Even kijken hoor. En dit is dus ons huisje. Nou, het weer valt voor nu in ieder geval daar. Zie je hem? Zie je hem? Ja. Voor nu gewoon top. Daar is het zwembad. Hard. Oké, we gaan weer even hard dansen. Ik ga nog even het huis laten zien. Jij bent 4, mam bij hem? Ja. We hebben dus een kinderhuisje. Dat is echt heel leuk. Het is dus nu al ontploft. We zijn net binnen. Ze hebben dus allemaal extra speelgoed, kinderstoeltjes. Nou, hier een lekker lange tafel. Je moet natuurlijk alles nog inruimen. Dan heb je hier nog een kinderhoekje. Gewoon een keuken. En ik heb hier de aankleedtafel gemaakt. Want boven heb je ook een kinderkamer. Maar die is voor Niels. We laten Elin bij ons beneden slapen. Ja? Ik kom zo. Nou, dan ga je hier de trap op. En dan heb je... Even kijken hoor. Kinderhekje. En dan heb je hier een slaapkamer. En dit is dus Niels' kamer. Hoe geweldig is dit? Echt helemaal. Ja, hier is dus, eigenlijk is hier dus de commode. Hier heb je nog een bord op schuif. Zit hier een tentje. En dit dus. Nou, dit is toch geweldig. En dan heb je hier sauna. Ik denk dat hier. Oh ja, hier zit de badkamer. En dan heb je hier nog een slaapkamer. We kijken hier uit over de bollevelden. En wij hebben dus beneden een slaapkamer. Maar dat kan ik nu niet laten zien, want daar slaapt Eden. Ik kan nog wel even onze badkamer laten zien. Maar wij slapen dus met Eden op de kamer. Het is gewoon handiger dan zij met Niels. Ik zal in stilte even het laten zien. Ja, niet de kamer, maar de badkamer. Nee, dus echt een heel fijn huis. Dus we gaan hier lekker genieten. En het is nu nog oké weer. En het is dus echt, afgelopen week was het prima. En de week hierna is dus prima. Maar deze week is dus echt heel slecht weer voorspeld. Dus. Maar goed,
we gaan het meemaken misschien dat Mevo de volgende week, als wij er dus niet meer zijn, is het dus 18 plus graden. Ik ga eens even kijken, mijn broertje komt er zo aan met zijn vriendinnetje, dus even kijken waar die blijft. Ja, maar gaat zo even zo omzitten dan maar, dan kan je, zit oma achter jou. Alles een beetje uit elkaar leggen, kan je het misschien beter zien. Goed zo. En dan is dit wat je ermee moet doen. Dus er staat hier, draai het plaatje om, omdraaien. Goedemorgen, het is zaterdag en nou, we hebben ook wel redelijk goed geslapen. Aan de andere kant. Deze nog wel een fles. We hebben begonnen met 90 cc, maar uiteindelijk was ze zo woest dat ze er nog 90 in heeft weten te krijgen. Dus, ja, ze heeft twee keer 90 gedronken. Ik dacht, ik doe 90, want ik wil niet een hele fles geven. Maar ja, nou, dat was echt boos. Ja, ik heb ook nog mijn schouder verrekt. Ja, ik moest een speentje onder het bed zien vandaan te krijgen. En daar heb ik dus de korte armen voor. En dat bed staat zeg maar tussen bij Sven's bed. Dus ik kan er dan ook niet. Dus toen schoot het in mijn schouder. Ik dacht, oh nee, ik kan nog niet de rest van de week weer mijn nek niet bewegen. Want dat is wel mee. Maar goed. En nu zijn we gewoon lekker even aan het. Dit zwarte dingetje. Knutselen. En ik heb ook dit voor Niels, de reden heeft een bijdrink. Deze heb ik ook voor hem. Dit is heel leuk. We zullen allemaal voorbereiden op groep 1. Hij wil gaan naar bollen. Straks gaan we bollen. De zon breekt door. Net hagel dat nog. Wat leuk! Niet zo hard. Hebben we hier? Hebben we hier nog een beetje mee? Nee. Ik heb hier nog een beetje mee. Het is inmiddels zondag, 5 mei, bevrijdingsdag. En wij zijn gewoon lekker de hele dag een beetje in en om het huis. We hebben net lekker gezongen. Niels is gespinkt als ridder. Ja, zo zijn we een beetje nu lekker het zonnetje te lezen. Het weer valt alles mee. Het is, ja, weet je, het is geen 20 graden, helaas, of 30. Maar het is gewoon, je kan wel gewoon lekker in je jas buiten in de zon zitten. Dus daar zijn we al heel blij mee. En vanavond gaan we pizza's halen. En de bekerfinale kijken. En straks natuurlijk weer naar Bollo. Niels zal weer aan het zingen. Dus, maar ik vergeet steeds te filmen, camera's mee te nemen. Nee, dat Niels. Even lekker zonnetje, ja, natuurlijk. Ja, oom. Ja, papa en oma wel. Ik ga denk even hierheen. Nee, blijf jij maar lekker even in het zonnetje, jochie. Dat wil wel bij me zijn. Nou goed, we hebben net gezwommen, gesminkt. Nu ga ik even zitten. Direct na douchen, bad, zwemmen, alles, kleren aan te trekken. Maar goed, dat kan natuurlijk niet anders. Normaal, als het lekker weer is, dan ga ik of in mijn badpak zeg maar weg, of een kort broekje, dat kan ik ook wel handelen. Maar dit is echt verschrikkelijk. Maar goed, nu hoort het wel, maar ik heb nu wel lekker mijn legging aan. En niet zeg maar de leerloopbroek die ik vanmorgen aan had. Ik was vannacht echt heel slecht geslapen. Eden heeft echt mega veel had. Dat had gewoon heel het hoorn. Dus echt heel veel flesjes gegeven. Maar goed, een beetje gebroken nacht. Maar verder is het echt heerlijk hier. Dus we zijn wel aan het genieten. En ik denk dat we morgen even lekker samen een zandwandeling gaan maken. Sven en ik. En nou, de kids vinden het ook helemaal leuk. Eén is ook lekker mee geweest. Ze zwemmen al twee keer. Vindt ze heel leuk. Nou, en Niels sowieso. Die vond niet dat zwemmen. Maar die vindt het echt fantastisch. Dus echt, echt gezellig. En leuk ook met mijn broertje en vriendin. Het is eigenlijk allemaal heel leuk. We spelen elke avond, waar zit het, 30 seconds. En kaarten en dat soort dingen. Gewoon echt lekker familieding. Dus er is ook niet zoveel te filmen, want zo gebeurt het niet. Maar het is wel gewoon heel, heel ontspannen. Ik heb het rustig gekeken.
En ondertussen worden de pizza's gehaald. Dit is chaos na een dag. Straks gaan we het weer op. Want ja, we hebben spekerfinale, dus gaan we pizza eten. En ik ga eens even kijken in mijn telefoon, want ik heb al enige tijd niet gekeken. Ik zit gewoon in mijn tas. Goed, we hebben de tafel een soort van dekken. Oh, dit is trouwens. 2-2 in de corners in het eerste half uur van deze wedstrijd. Niels is een knutselwerkje. Dat is grappig, het is een soort klei, maar dan met bolletjes in en dat droogt dan dus op. Het voelt echt een beetje als piepschuim. Het is een houten huisje en nou ja, we hebben het samen gemaakt uiteraard, maar met zijn inspiratie. Het is een spaarpot. Met bollen, leuk. Oh, hoest. Kaarsje. Ik had die als eer. Oh, zal ik dan niet meer meedoen? Waarom dat je kijk? Oké, oh, deze zijn van mij. Wij zijn bij het strand met twee. Oh ja. Duinen met een boot. Dus we gaan eerst even lunchen. Wij zitten lekker te lunchen. Uitzicht op zee. Zijn de sloten gestopt. En wij stappen het strand op en het zonnetje breekt door. Dus er zitten allemaal huizen op het strand. Echt uit. We lopen nu tegen de zon hier. We gaan even een stukje pizza met de kids. Er zit er lekker een zo'n snackje te eten. En daar zie je zo'n mooi bloemenveld. Goedemorgen, het is woensdag. En dat betekent dat ik de vlog voor deze week ga afsluiten. Vannacht heeft Eli bij mijn ouders geslapen en zowaar sliep ze een stuk beter dan afgelopen nacht. Dus dat was heel fijn voor alle betrokkenen. Ik heb op dit moment heel veel pijn vanwege mijn buik. En dat is heel vervelend en frustrerend, maar goed, het is wat het is. Dus ik hoop dat ik nog wat leuke dingen kan vloggen, maar ik kan op dit moment niet zoveel. Dus, maar goed, ik ga wel de vlog voor nu afsluiten en de nieuwe vlog beginnen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag bij een nieuwe vlog volgende week. Doeg!